Nou, hey. Welkom. We zijn onderweg naar Berlijn. We hebben ons eigen hokje. Ja, fucking bed. En ja, zeg ziet. Hoi. Goedemiddag! We zijn inmiddels in Berlijn. En dit is ons kamertje. Even een rondleiding. Langzaam. Mijn bed. Nou jongens, vertel eens iets. Hoi, we gaan dadelijk weg, eten, drinken en naar het stadion. Ja, en het is wel lekker warm hier. We gaan dadelijk met de tram. Nou, een goed verhaal. Tot de volgende keer. Oké, waar zijn we nou? In een mooi leuk parkje. Het is wel heel warm, maar even zien. Het ziet er wel leuk uit. Het is hier allemaal groen. Hoi. Hoi. Matthijs zit aan een ijskoffie en Michiel en ik hebben een colaatje besteld. Een klein colaatje maar. Half liter. En we zitten aan het park. We beginnen met de mannen meer kan speer, dan krijgen we de vrouwen kwalificaties hoog. 400 horden halve finales vrouwen, 400 meter mannen halve finales. Verspringen mannen met Greg of zonder Greg? Dat is de vraag, want wij zijn speciaal 2 dagen eerder voor Greg gegaan. Is hij dan niet? Is hij 800 meter vrouwen halve finale, kogelfinale vrouwen, 200 meter halve finale zonder Tjerendi. Oh nee, met Tjerendi. Ja. Tjerendi. Discus, mannen, 10 kilometer vrouwen en dan de afsluitende onderdeel van de meerkamp, de 1500 meter. Met? Pieter Brown. Hallo. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik wou net een foto gaan maken van mijn eten. En wat heb je te eten? Een traditionele... Ik weet niet. En vlieg. Ik doe een traditionele pasta. Pasta. Met salade. En ik heb ook een zalmpje. Nou, smakelijk. Nou, we zijn bijna in het stadion. Het is heel druk. Fucking warm in het metro. Maar we zijn er bijna.
doorheen. Hoe deed je dat, deed het? Soepel. Ja, wisselend. Toch? Ja, Suzanne had zilver. Ja. En Sylvain was helaas niet door, dus dat was niet zo best. Nog iets? Ja, ding is door. Bakari? Oh ja, Solomon Bakari is door naar de finale op de 200. Dus dat is top, dat had denk ik niemand verwacht. Hij had sneller gelopen dan Shirendi. Maar de tijd van Shirendi weten we eigenlijk helemaal niet. Maar we gaan nu naar huis, dus tot morgen. Doei! Maar wie is dat? Die ken ik, zou ik hem gedag zeggen? Ja, zeg maar gedag. Ik ben er ook, ik zie jou ook gekomen. Het gaat onweer nu. Allemaal flitsen, dan zie je wel het beeld. En we gaan nu terug naar de metro, maar heel het stadion is leeg. Het is fucking druk. En we wilden eigenlijk naar de prijsuitreiking van Suzanne Krumins, maar we weten niet hoe laat en we weten niet precies waar, dus we gaan maar niet. Moeten we even uitzoeken voor de volgende keer. Dus doei.